welkom bij weer een nieuwe misdaad en make-up. Dolly is er ook nog. Hey! Ja, jongens, nieuw hair, nieuw me. Ik ben weer blond, ik ben weer kort. Ik was het helemaal beu. Ik weet of jullie nog kunnen herinneren dat mijn haar bijna zwart was geworden. Ja, er was niet meer heel veel van over. Omdat, nou ja, dat zwarte haar is weer helemaal geblondeerd. En mijn haar die zei, auw, mijn haar vond dat niet zo leuk. Dus ik dacht, weet je wat, chop het er maar gewoon af. We gaan weer lekker blond en vanaf nu doe ik lekker helemaal niks meer. Of nou ja, ik denk dat ik het lekker kort hou, want ik vind het eigenlijk al heel erg leuk. Afgelopen week was het 14 februari, het is de maand van de liefde. Zo ook voor Cold Case die een date heeft met, nou dit ben ik trouwens. Ik heb een soort van ghost doll of een haunted doll van mezelf laten maken. Dus Cold Case heeft basically een date met mij. Ze hebben het hartstikke gezellig samen daarachter. Maar goed, het is 14 februari geweest. Ik hoop dat jullie bedolven zijn met kaartjes, cadeautjes en weet ik veel wat. En zo niet, de ware, die wachten wel op je hoor. En anders mag je ook gewoon een cadeautje voor jezelf kopen, hè, jongens. Je hoeft niet verdrietig te zijn als je niks hebt gekregen, want ik heb jarenlang niks gekregen. Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht. Maar vandaag in dit verhaal, eventjes niet. Dat loopt eventjes helemaal anders. En de afloop is op zijn zachtst gezegd, tragisch. Kijk, eigenlijk elke moord is super zinloos, maar aan het eind van dit verhaal denk je echt, waarom? Dikke brain fart. Daarom ga ik jullie vooral niet al te veel verklappen. Het enige wat ik wel kan melden, dit verhaal is een catfish verhaal. Mocht je niet weten wat een catfish is, vroeger, of nou ja, misschien nog steeds volgens mij, had je dat programma op MTV, Catfish. En een catfish is iemand die online zichzelf voordoet als iemand die hij of zij helemaal niet is. Met alle gevolgen van dien. Want het kan natuurlijk zijn dat op het moment dat ik denk, wow, wat een lekkere jonge knul van 20, dat ik gewoon met iemand aan het chatten ben die dik in de 60 is. Zou zomaar kunnen. Op het internet kan alles, kan natuurlijk ook alles anoniem. Dus kun je ook liegen over hetgene wat je bent. Of wat je niet bent. Dit hele verhaal gaat over zo'n geval, maar dan wel een verhaal wat extreem uit de hand is gelopen en fout is gegaan. Het is ontzettend verdrietig. En ik wil jullie alvast waarschuwen, de verhalen die ik vertel in dit format tijdens misdaad en make-up zijn verhalen met natuurlijk heftige onderwerpen. Zoals geweld, moord, psychische aandoeningen. Mocht je daar niet tegen kunnen, druk dan vooral zo snel mogelijk op het kruisje. En ben je onder de 12 jaar oud, vraag je ouders eventjes om toestemming om deze video überhaupt te mogen kijken. Of vraag of ze dit samen met je doen. Het is daarbij absoluut niet mijn bedoeling om oneerbiedig of respectloos over wie dan ook te praten in dit verhaal. Alle informatie die ik jullie geef is informatie die ik gevonden heb op het internet of in documentaires. Ik heb het gebundeld tot één verhaal die ik met jullie zal delen. Elke week geef ik iemand een shout-out. Deze week is die weer voor iemand die echt een topcomment heeft achtergelaten. En dat is Dina. Dina, hartstikke bedankt. Nadat ik één aflevering van je heb gezien, heb ik meteen alle andere in 3 dagen gebinge-watched. Heel fijn hoe je eerst altijd vertelt over hoe iemands jeugd verloopt en daarna het verhaal opbouwt. Zou je alsjeblieft de nog steeds onopgeloste zaak van Madeleine McCann kunnen doen? Je vertelt alles zo goed, dus zou het echt interessant vinden als je dit verhaal ook een keer zou vertellen. Nou, wie weet. Staat wel op het lijstje. Misschien dat er binnenkort wel weer wat meer bekend wordt, ik weet het niet. Maar tuurlijk, deze zal ongetwijfeld ooit aan bod komen. Gelijk aan deze aflevering van Misdaad en Make-up staat ook altijd de nieuwe moordkast online. Dit is de podcast die ik samen met mijn broer doe. De nieuwe aflevering over deze Talhat Blunt case staat dus ook nu voor jou online. Dus die kun je eventueel na deze video ook nog beluisteren. Soms moet ik in de YouTube video's bepaalde woorden censureren, omdat, nou ja, het anders wordt geblokkeerd. Vindt YouTube niet zo leuk. Dus vandaar. De ongecensureerde versie kun je altijd beluisteren op Spotify. Die staat altijd ook tegelijkertijd met de YouTube video online. Het linkje vind je onder in de beschrijving. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van de Talhat Blunt case. Het verhaal begint bij de 47-jarige Thomas Montgomery. En hij woont in een plaatsje genaamd Clarence in New York. Hij werkt als machinist in een fabriek genaamd Dynabraid. Een bedrijf dat zich bezighoudt met luchtdrukgereedschap, auto-onderdelen, etcetera, etcetera. En Thomas bestuurt apparatuur daar. Thomas vindt het werk alleen best wel saai.
Het is niet hoe hij zijn carrière per se voor zich had gezien. Hij was best wel een beetje teleurgesteld in deze carrière. Maar ja, hij kon niet anders, want hij had een vrouw en twee jonge dochters thuis zitten. En hij was de kostwinner. Dus overstappen naar een andere baan, dat was ja, gewoon een ontzettend lastige keuze. Of dat, nou ja, dat was eigenlijk onmogelijk, omdat hij dan ja, qua salaris erop achteruit zou gaan. En dan kon hij zijn gezin niet meer onderhouden. En ze wilden natuurlijk niet in de problemen komen. Dus hij zat daar eigenlijk niet helemaal op zijn plek, maar hij kon niet anders. Als kind was het Thomas zijn droom om marinier te worden. Een droom die deels ook uitkwam in zijn tienerjaren, maar wel eentje van korte duur. Want Thomas werd ontslagen, oneervol ontslagen, omdat hij kampt met een drankprobleem. Zij kwamen er daarachter en toen moest Thomas vertrekken. Thomas beweert altijd dat hij een opleiding deed als sluipschutter om met een precisiegeweer te werken bij de marine. Maar goed, of dat waar is, dat weet niemand precies. Hij schept er graag over op. Het is iets waar hij echt van droomde en nog steeds eigenlijk. Want telkens als hij erover vertelt, dan bloeit hij helemaal op. En dan komen er glimmetjes in zijn ogen. Maar of het de waarheid is dat hij als sluipschutter werd opgeleid, I don't know. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat hij nooit een gevecht heeft meegemaakt. Dus hij is nooit de strijd ingegaan. Bij de marine heeft hij nooit echt een carrière gehad. Nou, hij wordt dus ontslagen. Uiteindelijk leert hij zijn vrouw kennen, genaamd Cindy. En als Thomas 30 is, trouwen de twee met elkaar. Ja, en dan zijn het man en vrouw, heb je Cindy en Thomas Montgomery. Ze krijgen twee dochtertjes samen en Thomas stopt abrupt met drinken. Hij voelt zich toch wel verantwoordelijk voor zijn gezin. En dit gaf hem zo'n boost, die twee dochters, het krijgen van een kind. Hij vond het echt ontzettend leuk om vader te worden. Toen hij begon met drinken was hij altijd op zoek naar nieuwe prikkels en impulsen. En het krijgen van een vaderrol gaf hem toch een bepaald soort betekenis. En die rol wilde hij dolgraag vervullen. Nou, we spoelen eventjes door naar het jaar 2005, dus we maken eventjes een sprongetje. Hij is dan inmiddels 17 jaar getrouwd met Cindy en zijn dochters zijn 12 en 14 jaar oud. En Thomas gedraagt zich echt als een voorbeeldige burger. Hij kwam nooit in aanraking met politie, reed zelfs nooit een bekeuring en gaf les op de zondagschool. De buren vinden hem vriendelijk, iets wat socially awkward, maar dat is het dan ook. Hij leek toch altijd een goede vader te zijn voor zijn dochters. Hij leek ook altijd superleuk bezig te zijn met zijn kinderen. En ja, dat huwelijk gaat eigenlijk vrij lang best wel goed. Maar in 2005 staat het huwelijk best wel onder druk. Mede omdat Thomas impotent is. Hij en zijn vrouw zijn dus niet zo heel vaak meer intiem met elkaar. En het lukt Thomas gewoon niet meer. Het voelt voor hem ook wel alsof hij zijn gezin in de steek laat, maar hij wordt gewoon niet meer opgewonden van zijn vrouw. Vindt hij zelf ook wel lastig. Hij is hartstikke gelukkig met het gezin, met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar de spanning die hij ooit had met zijn vrouw, die is er niet meer. Die voldoening haalt hij eigenlijk niet meer uit zijn huwelijk. En hij krijgt de neiging om toch die stimulans en die prikkels ergens anders in te gaan zoeken. Hij was zogezegd onderprikkeld en depressief. En zo'n huwelijk is misschien te lijmen als je met elkaar communiceert als partners. Maar dat was niet Thomas zijn sterkste kant. Of laten we zeggen dat hij dat eigenlijk nooit echt in zijn leven had gedaan of geleerd. Dat vond hij gewoon ontzettend moeilijk. Zeker met mensen die juist ontzettend dichtbij hem stonden. Dat vond hij ongemakkelijk of hij kreeg het gewoon niet uit. Een van Thomas zijn hobby's, / uitvluchten, was gokken op het internet. Hij deed dan spelletjes online, bijvoorbeeld blackjack, maar hield met name van pokeren, van de variant Texas Hold'em. Nou, een van de sites waar hij dit graag op speelde was pogo.com. En het kon je dus online met andere spelers spelen en ook chatten. Dus er waren verschillende chatruimtes waar je contact kon hebben met elkaar. En ik zei het net al, Thomas was gewoon niet zo goed in communiceren, maar online met deze mensen kon hij zijn ei kwijt. Dit waren mensen die hij toch nooit in het echt zou zien. Die eigenlijk niet over hem konden oordelen, want ze kenden hem niet in real life. Het was geen gesprek face-to-face, dus het voelde voor hem eigenlijk heel veilig om met deze mensen contact te leggen en zijn lief en leed op het internet te delen in deze chatrooms. Stiekem had hij ook gewoon wel heel veel behoefte aan dit soort gesprekken. Ja, dit was gewoon de plek waar hij dit kon doen. Dus hij chatte daar letterlijk echt met iedereen en luchtte zijn hart. Op een dag speelt hij op pogo.com.
een potje blackjack. En hij komt in contact met een speler genaamd Tal Hot Blonde Big 50. Thomas zag haar profielfoto en ja, het is eigenlijk precies wat haar gebruikersnaam zegt. Een lange, blonde, slanke, ja, stoot eigenlijk. Het is een ontzettend mooie meid. Het is een prachtig meisje en Thomas die dacht, nou, ga ik eens eventjes een gesprekje mee aan. Thomas gebruikte trouwens de username Marine Sniper 1000. Trouwens, de gebruikersnaam Tal Hot Blonde was best wel eigenaardig gespeld. Want als je kijkt naar het woordje tal, dan hoort dat met dubbel L. De gebruikersnaam was met één L geschreven. En het woordje blond was zonder E geschreven, dus blond. Zoals wij dat hier in Nederland kennen. Blond. Tal Hot Blonde. Big 50. Eigenaardige keuze in de spelling. Kon hier ook niet per se een verklaring voor vinden. In ieder geval was het gek gespeeld. Laten we het zo zeggen. Tal Hot Blonde, Big 50 en Marine Sniper 1000 krijgen contact met elkaar. Ze zeggen elkaar gedag. En deze dame wijst Thomas er meteen op dat hij in de verkeerde chatruimte zit. Want dit is een chatruimte speciaal voor kinderen. Nou, Thomas zegt dat hij daar een beetje van schrok. Ik weet niet of dit per se de waarheid is of dat hij wel degelijk wist dat hij in een chatroom zat met minderjarige mensen. Maar hij beweert in ieder geval geen idee van te hebben gehad dat hij in een chatruimte zat met kinderen. En hij schrok zich een hoedje toen zij hem erop wees. En omdat hij geen problemen wilde, besloot hij over zijn leeftijd te liegen. En vertelt hij het meisje dat hij 18 jaar oud is. Nou, bij deze leugen blijft het niet. Hij beschrijft zichzelf als een jonge knul van 1,80 meter. Gespierd, breed, mooie brede schouders. Verder vertelt hij dat hij bij de marine zit en dat hij met zijn training is begonnen om sluipschutter te worden. Hij noemt zichzelf Tommy en creëert daadwerkelijk een soort tweede identiteit voor zichzelf. Puur om indruk op haar te maken. Ook zegt hij dat hij een zwarte band heeft in karate en dat hij binnenkort naar Irak moet als marinier. Dus dan wordt hij uitgezonden. Maar moet je nagaan, in werkelijkheid is Tommy gewoon een man van middelbare leeftijd. Achter zijn computertje met zijn bierbuik, zijn kalende hoofd en zijn snor. Kijk uit hè jongens wat je op het internet doet, want dit kan iedereen overkomen. Vertrouw nooit zomaar online wat iedereen zegt over zichzelf. Dan stelt zij zich voor, Tal Hot Blonde Big 50. En zij heet Jessie, ze is 17 jaar oud en komt uit Oak Hill, West Virginia. Ze zegt dat ze atletisch is, ze houdt van softbal, basketbal en ze zit in het laatste jaar van high school, van de middelbare school. Het zou niet heel lang meer duren voordat ze haar diploma haalt. Nou, ze woont nog thuis bij haar ouders en ze heeft verder nog een oudere broer. En ze kletsen wat met elkaar en het lijkt wel te klikken tussen deze Tommy en Jessie. Ze hebben best wel ja, leuke, gezellige gesprekken met elkaar. En het duurt dan ook niet lang voordat Jessie foto's van zichzelf begint te sturen. En dit zijn eigenlijk meteen al best wel, nou ja, ik wil niet zeggen pikante foto's, maar onthullende foto's. Vakantiefoto's in bikini. Foto's met in ieder geval niet al te veel kleren aan. Dit 18-jarige meisje stuurt dit soort foto's, half bloot eigenlijk, naar een 47 jaar oude man. En hij is helemaal verkocht. Hij is vanaf eigenlijk dit moment totaal over zijn oren verliefd op het jonge meisje. En hij stuurt foto's van zichzelf terug, maar wel eentje van 17 jaar geleden, toen hij 30 was. Ja, dus Jessie die ontvangt die foto en gelooft er eigenlijk wel gewoon in. Ik moet zeggen, hij ziet er ook wel jonger uit dan 30 hoor, op die foto. Dus je zou inderdaad zomaar kunnen geloven dat hij 18 is. En hij draagt op die foto dus een mariniersoutfit. Dus het is een foto net voordat Thomas werd ontslagen daar. Ja, hij zal er alles aan doen om haar aandacht vast te houden. En raakt verstrikt in een web van leugens. Hier komt trouwens ook een heleboel drama bij kijken. Zo zou Tommy aan Jessie vertellen dat hij zijn moeder al op jonge leeftijd heeft verloren. Die is overleden, hij zal nooit liefde kennen. Hij heeft een hart zo koud als ijs. Dit doet hij puur om indruk te maken op dat meisje. Dat meisje denkt van, oh nou, als hij mij dan bijzonder vindt, dan ben ik wel heel speciaal. Want het is zo'n gesloten, gebroken jongen. En ik kan hem misschien wel lijmen. Ik denk dat dat erachter zat. Hij wilde gewoon echt een beetje stoer doen met alles wat hij had meegemaakt. En dat hij niet zomaar voor iemand viel. Allemaal om dat meisje zich speciaal te laten voelen. Zo zou hij ook kampen met zelfmoordgedachtes. En zou hij echt
ja, eigenlijk amper emoties kunnen voelen. Alles om sympathie op te wekken bij de jonge, minderjarige Jessie. En het werkte. De twee onderhielden het contact. En dit werd steeds closer en closer. Dit werd wild. Echt. Hou je vast, want dit is... Ja. Het voelde ook zo vertrouwd voor Jessie dat Tommy zoveel met haar deelde, dat ze ook het gevoel had dat zij hetzelfde terug kon doen. Hij stelde zich voor haar open, dus zij nam hem ook compleet in vertrouwen met al haar geheimen en verhalen en alles wat ze had meegemaakt. Ze maakte zelfs liefdesfilmpjes voor hem. Vroeger had ik op mijn Windows XP zo'n videoprogrammetje waar je van die slideshows in elkaar kon zetten met foto's. Nou, dit maakte Jessie speciaal voor Tommy met haar foto's en een heel lief liefdesliedje eronder. Dat had ze dan speciaal voor hem gedaan met mooie teksten. Maar ze stuurde hem ook cadeautjes. Bijvoorbeeld een liefdesketting met hun namen erop. Jessie en Tommy. Op een gegeven moment krijgt Thomas zelfs lingerie binnen van het meisje. Gedragen lingerie. Die had ze naar zijn huis opgestuurd. Vrij pikant cadeautje. Zo ook de gesprekken werden steeds pikanter. En in de avond, als Tommy eventjes geen dienst had. Hij zat natuurlijk helemaal niet bij de mariniers, hè, maar hij verzon dan richting Jessie van joh, 's avonds heb ik geen dienst. En dan belden de twee ook met elkaar. En Jessie leek echt te geloven dat ze een 18-jarige aan de telefoon had. Jessie noemde hem zelfs haar lieve, sexy marinier. En Thomas voelde eindelijk weer iets. Dit zijn de prikkels waar hij eigenlijk al die tijd naar op zoek was en wat hij al die tijd had gemist. En hij fantaseerde steeds meer over een leven samen met Jessie. Een fantasie die om zou slaan in een onwijs ongezonde obsessie. Jessie en Tommy beginnen dus wat pikante teksten met elkaar te delen. Ze fantaseren erop los samen. Bijvoorbeeld hoe hun eerste keer samen eruit zou zien, over haar ontmaagding. Hoe ze elkaar in de armen zullen vliegen als ze elkaar voor het eerst zouden zien en ontmoeten. Ze zaten soms zelfs tot 6 uur in de ochtend met elkaar te berichten. Ja, Thomas moest om 7 uur of 6:30 alweer op werk zijn. Of in ieder geval de deur uitstappen naar werk. Dus die man die kreeg niet heel veel slaap. En dan vraag je misschien af, heeft zijn vrouw Cindy dan helemaal niks gemerkt? Ja, zij was gewoon best wel veel bezig met vooral de televisie. Cindy en Thomas deden vooral heel erg hun eigen dingen. En af en toe kwam zijn vrouw wel eens checken van, hé, wat ben je aan het doen en hoe gaat het ermee? Maar Thomas had echt speciaal een sneltoets ingesteld. Dat op het moment dat zijn vrouw achter hem stond, dat hij alles minimaliseerde en alles meteen gewist zou zijn. Dus hij had het allemaal wel goed uitgedacht. En tuurlijk, de twee groeien uit elkaar. Zij zit voor de televisie, hij zit alleen maar in zijn eentje achter de computer. Zij kreeg wel argwaan. Nou, die twee die fantaseerden dus over afspreken met elkaar. Maar natuurlijk kwam er helemaal niks van, want dan zou Thomas door de mand vallen. Dan zou Jessie zien dat dat Tommy helemaal Tommy niet is. Tommy had dus altijd richting Jessie weer een andere smoes. Een van die smoesjes was dus dat hij werd uitgezonden naar Irak. Afspreken was natuurlijk onmogelijk als hij echt in Irak zou zitten. Thomas verzon gewoon het hele leven, basically wat hij altijd al had willen leven. De gevechten die hij als jonge marinier vroeger nooit mocht bevechten, maakten zijn tweede identiteit wel allemaal mee. Dus alles wat hij verzon over Tommy was ook daadwerkelijk hetgene wat hij eigenlijk altijd al had willen zijn. Hij had dolgraag marinier willen worden en sluipschutter en hij creëerde iets wat hij dolgraag had willen zijn. De relatie die hij opbouwde met Jessie was echt als een verslaving voor hem. Hij was tot over zijn oren echt obsessief verliefd op haar. En hij wilde leven in die fantasie. Zodra hij achter die pc zat, achter het toetsenbordje, werd hij ook daadwerkelijk Tommy. En het krijgen van de aandacht van Jessie, dat voedde hem dag in dag uit. En niet alleen dat was denk ik een verslaving voor hem, maar het feit dat hij eventjes iemand kon zijn die hij dolgraag wilde worden of ooit had willen zijn. Dat gaf hem een bepaald gevoel van, hé, ik ben het mannetje, ik ben zelfverzekerd en ik heb dingen bereikt in het leven. Dat was het moment dat hij zich echt eventjes kon verschuilen in die rol. En dan was hij dat ook echt. Die toevlucht, die vond hij in Tommy. Tommy gaat dan zogenaamd op verkenningsmissie. En ineens krijgt Jessie contact met de vader van Tommy. Dus Thomas deed zich niet alleen voor als één persoon, maar ook als
de vader van zijn verzonnen identiteit. Op deze manier kon hij dus contact houden met Jessie en hoefde hij dus niet met haar af te spreken. Dus kwam hij onder die afspraakjes uit. Zo heeft hij ook geprobeerd om de relatie te verbreken via Tommy's vader. Dus Tommy's vader zegt van joh, ik keur de relatie niet goed. Het is nu klaar met jullie en jij laat Tommy met rust. Dat is wat Tommy's vader dan tegen Jessie zei. Tommy deed dat omdat hij zich toch wel vaak besefte hoe slecht hij bezig was. Dat hij dit meisje voor de gek hield. En dat hij mogelijk echt in grote problemen zou komen. Dus hij had af en toe zo'n moment van, ik moet er vanaf. Maar Thomas was zo verliefd op Jessie dat het hem gewoon niet lukte dit vol te houden. Dus hij kwam toch weer telkens bij haar terug. Hij hield het gewoonweg niet vol. Dan kwam hij weer in de echte wereld terecht. Zonder zijn fantasiefiguur Tommy. Dan was hij weer Thomas. De saai 47-jarige met een bierbuik en een snor. Een kaal hoofd, ja. Er is natuurlijk helemaal niks mis mee, hè, jongens. Een bierbuikje en een kaal hoofd en een snor en wat dan ook. Maar deze man loog de hele boel bij elkaar tegenover een minderjarig meisje. En dit is niet waar je als 17-jarige contact mee wil hebben. Dus vandaar dat ik ben eventjes keihard. Op het moment dat hij het dan had uitgemaakt via Tommy's vader, dan kreeg hij er echt daadwerkelijk paniekaanvallen en hartkloppingen van dat hij haar niet meer had. Hij stond constant onder spanning. Dus het gevoel haar kwijt te raken en Tommy kwijt te raken, daar kon hij totaal niet mee dealen. Jessie was de enige die ondanks zijn fouten toch trots op hem was, trots op hem bleef en dat dag in dag uit aan hem vertelde. Dat had hij gewoon nodig. Het is gewoon als een verslaving. Hij is daar echt afhankelijk van. Zelfs lichamelijk krijgt hij eigenlijk ontwenningsverschijnselen. Dus telkens als hij ermee wilde stoppen, ging hij toch weer bij haar terug. Als geen beginnen aan. Ja, die obsessie van hem, die werd steeds ziekelijker en ziekelijker. Hij schrijft op een gegeven moment een brief op zijn werk. Het is een brief gericht aan zichzelf. En deze verstopt hij in zijn kluisje. En er staat het volgende in. Schrik niet. Op 2 januari 2006 stopt het leven van de 46-jarige Tom Montgomery. En wordt hij vervangen door een 18-jarige marinier. Hij heeft 2,5 miljoen op de bank staan, is hartstikke knap en is een soort roodhagen Harrison Ford. Deze vervanging zou niet meer impotent zijn en heeft een geslachtsdeel van 23 centimeter. Vooral die laatste zin is enorm belangrijk. Maar ja, deze man gelooft dus echt dat hij kan transformeren. Hij heeft dus echt een datum of een soort ultimatum gesteld van 2 januari gaat het gebeuren, dan word ik vervangen. Het lijkt wel een soort van Bijbels verhaal, weet je, een soort wederopstanding. Dan ben ik ineens een 18-jarige jonge god. Hij geloofde echt in die fantasie. Maar ja, dit zet hij op papier en verbergt hij in het kluisje op zijn werk. Ook zijn vrouw Cindy voelt inmiddels dat er wel echt iets mis is met Thomas. Van ja, er is iets gaande. Ik zit nu al heel veel achter de tv. Hij zit nu al heel erg veel achter de computer. Hallo? Zij krijgt helemaal geen aandacht meer van hem. De twee hebben meer spanningen dan ooit in huis. Ja, gaat niet helemaal lekker. Cindy heeft hem al die tijd nergens op kunnen betrappen tot februari 2006. De twee, Jessie en Tommy, hebben dan al ruim een half jaar contact met elkaar. Cindy vindt dan op een gegeven moment dat ene pakketje met lingerie als inhoud. En dat is niet Cindy's lingerie. Dat is absoluut niet haar maat en niet haar smaak. Het lijkt wel lingerie van een jonge tiener. Ze komt er dan achter dat haar man niet alleen haar bedriegt, maar ook een minderjarig meisje. Of nou ja, minderjarig, inmiddels was ze 18 geworden. Maar in ieder geval een tienermeisje. Cindy weet dat hij zich voordoet als tienerknul. Ze is natuurlijk ontzettend kwaad, hè, op haar man. En begrijpelijk. Ze was er echt helemaal kapot van. Ze wil van hem scheiden, maar besluit eerst een brief te schrijven aan Jessie, omdat zij vindt dat zij de waarheid verdient. In deze brief exposed ze haar man. Ze vertelt Jessie dat ze niet contact heeft met Tommy, dat Tommy helemaal niet bestaat en met wie ze nou eigenlijk echt al die tijd contact heeft gehad. En dan stuurt ze zelfs een foto mee van haar hele gezin. Zij staat erop, haar man staat erop. En de twee kindjes. Ze schrijft het volgende en ik citeer. Jessie, bijgevoegd vind je een foto van mijn gezin. De man in het midden is Tom, mijn man. Tommy bestaat niet en hij gebruikt je. Wees in het vervolg wat voorzichtiger,
want je bent gemanipuleerd en voorgelogen door iemand die dit perfect weet te doen. Vertrouw niet zomaar iemand via de computer. Liefs, Cindy Montgomery. Jesse was natuurlijk ontzettend geschrokken en ook, ja, net als Cindy, echt heel erg kwaad. Ze voelde zich smerig dat ze al die tijd, ja, contact heeft gehad met iemand van 47, dus iemand die veel te oud voor haar is. Ze had zulke intieme gesprekken met hem gedeeld. En ik zeg je, het gaat heel ver. Het was dirty talk keer 80. Niet te doen. Ik ga dat soort appjes zeker niet voorlezen. En ik heb dit soort dingen ook niet benoemd in de podcast, omdat het is gewoon net iets te kinky voor woorden. Voelde me echt heel ongemakkelijk toen ik de documentaire zag, die ik voor mijn research heb gekeken. En al die berichtjes zag ik voorbij komen. Ik denk, oh, mag ik? Ik kijk mee in iets, dit mag ik helemaal niet weten. Dit is veel te intiem. Het is zeer heftig. En als je dan bedenkt, 47-jarige met iemand van 17, 18. Ja, dat is wel echt heel smerig. Extra smerig. Maar ja, Thomas, zijn nachtmerrie is bij deze wel uitgekomen. Hij verliest Jesse. Ja, natuurlijk. Hallo, wat denk je dan? En Jesse die zit ondertussen nog steeds op die spelletjes-site. En in de tijd dat Tommy nog met Jesse samen was, speelden ze samen gewoon een heleboel blackjack. En Thomas had een keer een van zijn collega's uitgenodigd om mee te doen. En dit was een 22-jarige jongeman, genaamd Brian Barrett. Ze pokerden dus ze blackjackten dus wel eens met z'n drieën op die site pogo.com. Dat hadden ze dan gewoon afgesproken met elkaar. Brian was in het echte leven echt een collega van Thomas. Dus dat was niet gelogen, dat was gewoon waar. Hij was ook een stukje jonger dus, 22. Brian was bij Dynabraid komen werken, daar werkt Thomas natuurlijk. En Thomas mocht Brian zelfs inwerken, dus het waren best wel maatjes van elkaar. Brian heeft zelfs zijn gezin ontmoet, dus ja, ze kenden elkaar best wel goed. En speelden dus ook spelletjes online met elkaar. En Brian noemde zichzelf in die chatrooms Beefcake, dat was zijn username. Toen de relatie tussen Jesse en Thomas eindigde, is Jesse Beefcake op gaan zoeken. Ze kwamen met elkaar in gesprek in de chat. En Brian had geen idee van de leugens die Thomas had verkondigd. En die schrok heel erg van het verhaal en dat die twee een relatie hadden. Hij had geen idee. Brian voelde zich oprecht ontzettend rot voor dit meisje. En kwam er zo achter hoe Thomas haar echt heel hard had gekwetst. Er ontstond zo een vriendschap tussen Jesse en Brian. Ze waren natuurlijk ook meer van elkaars leeftijd, dus het klikte wel. En al snel begon Jesse hem foto's te sturen. Dezelfde foto's als die ze stuurde naar Thomas aan het begin van hun relatie. Hun vriendschap werd steeds intenser en de twee voelden zich best wel aangetrokken tot elkaar. Brian die viel op blonde meisjes. En hij viel zeker op meisjes die veel bezig waren met sport. Daar was hij ook geïnteresseerd in. En Jesse speelde softbal en basketbal. Dat vond hij bloedaantrekkelijk. En het was natuurlijk ook een ontzettend mooie meid om te zien. Dus die, ja, die zag het wel zitten. Brian viel als een blok voor haar. En Jesse, die zag Brian ook wel zitten. En ook deze twee zijn niet vies van een beetje dirty talk. Ja, gaat ook redelijk ver. Ik heb er geen mening over, hè. Het is toch leuk als mensen dat doen. Maar weet je, als ik die gesprekken dan lees, dan vind ik het toch altijd een beetje ongemakkelijk. Weet je, ik zit er, het is alsof ik een bepaald soort 18-plus films aan het kijken ben, maar dan in tekst. Ik hoorde eigenlijk niet bij te zijn. Zo voelt het. Jesse is nog wel echt ontzettend boos op Thomas. En op een gegeven moment komt ze weer in de chat met Thomas en vertelt ze hoe kwaad ze op hem is. En dat ze het nu ontzettend gezellig heeft met zijn collega Brian. Ik denk dat het wel duidelijk is dat het hier gaat om een wraakactie. Ze vertelt hem ook van, joh, we hebben elkaar al gezien via de webcam. En we hebben vieze dingen met elkaar gedaan. En ja, natuurlijk brak dit echt Thomas zijn hart. Hij was daadwerkelijk verliefd op haar. En dit is iets, ja, vond hij natuurlijk helemaal niet relaxed om te horen. Alles behalve. Ze legt gewoon tot in detail uit wat zij en Brian met elkaar doen en bespreken. En het zijn allemaal dingen die, ja, ontzettend pijnlijk zijn voor Thomas om te horen. Nou, ze is gewoon ontzettend kwaad en terecht, hè. Ik snap dat helemaal. Tot een paar weken later. Ineens verandert haar toon tegenover Thomas compleet. Ze vraagt bijvoorbeeld van, zou je alsjeblieft weer Tommy willen zijn? Laat hem alsjeblieft niet gaan, laat hem voortleven in je hart. Het hele gesprek had weer, ja, die liefdevolle toon. En Thomas is weer terug bij af.
Hij had eigenlijk net een beetje verwerkt dat hij alles kwijt was. Hij leek eigenlijk best wel een beetje over haar heen te zijn. En toen was ze er weer een paar weken later. Ze hoefde maar een paar zinnen tegen hem te zeggen en weg was die hoor. Die zat weer helemaal met zijn hoofd in de wolken. Het is toch wel vreemd hè jongens, het is een meisje van 18. Dat ze toch weer een soort van bij hem teruggaat. Of speelt ze gewoon een smerig spelletje om op zijn hart te trappen. Ik denk het tweede. Ze had echt een bepaalde grip over Thomas. En niet alleen over Thomas, maar ook op Brian. Zoals ik al zei, ze wilde deze man gewoon keihard terugpakken. Die woorden dat ze Tammy graag terug wilde, dat waren geen woorden die ze echt meende. Zij had hem dus helemaal niet vergeven. Ze wilde helemaal Tommy niet terug. Het was haar plan om Thomas compleet voor schut te zetten en hem te vernederen. En ze vroeg Brian om haar daarbij te helpen. Dit begon op de chatrooms op pogo.com. In de chatruimtes waarschuwden ze voor Thomas dat het een kinderlokker was, een predator. Daar moest iedereen voor oppassen. Het is natuurlijk op zich geen leugen. En uiteindelijk wordt Thomas geband door pogo.com. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet raar is, toch? Dat dat gebeurt. Maar Brian laat het hier niet bij. Want hij vertelt het hele verhaal aan zijn collega's. Dus ook Thomas' zijn collega's. En nu weet iedereen op Thomas' zijn werkvloer wat voor pervert hij eigenlijk is geweest. En wat hij, een minderjarig meisje, heeft aangedaan en dat hij zichzelf voordeed als iemand van 18. Ja, dus die man die had het gevoel alles kwijt te zijn. Hij voelde zich natuurlijk bedrogen door Brian. Vooral nu ook door Jesse, want hij had zoiets van, hey, misschien komt het wel goed tussen ons. En ja, ze stak hem gewoon een mes in zijn rug. Zijn vrouw wilde van hem scheiden. Echt, de grond zakte gewoon onder zijn voeten vandaan. Dit was voor hem echt een nachtmerrie die uitkwam. Hij was echt woest op Brian. Niet alleen om het feit dat hij hem zo vernederd had op de werkvloer, maar ook gewoon uit pure jaloezie. Op een gegeven moment hoort Thomas namelijk dat Brian af gaat spreken met Jesse. Dat ze elkaar zullen ontmoeten. Dit had Brian namelijk verteld aan een van zijn collega's. En dit was weer doorverteld aan Thomas. Dus Thomas, die zag witheet. Dit was altijd zijn grote droom. Hij wilde die jonge guy zijn die Jesse zal ontmoeten, die haar eerste zal zijn in bed. En dat was voor hem zo belangrijk geworden en zo'n fantasie geworden die eigenlijk nooit zou uitkomen. Dus het deed echt ontzettend veel pijn dat eigenlijk een goede maat van hem dat nu allemaal van hem afpakte. Thomas komt in een chat met Brian terecht en die zegt echt een hoop dingen die vooral totaal niet door de beugel kunnen. Hij beledigt Jesse echt op een manier, die woorden krijg ik echt niet mijn strot uit. Het gaat echt veel te ver. Hij wenst Brian vooral veel succes bij het ontmaagden van Jesse. En dat hij tegen haar moet zeggen dat zij Thomas in ieder geval voor altijd met rust moet laten. Hij was echt woest met hoofdletter B. Maar uiteindelijk ontmoeten Brian en Jesse elkaar nooit. Omdat Jesse de relatie verbreekt. Zij had het gevoel dat Brian het maar voor één ding deed. En dat was haar lichaam en haar maagdelijkheid. En dat zag ze toch niet zitten. Dus ze zei, het werkt niet met jou. Ze had hem gedumpt. Ze hebben elkaar dus nooit in real life gezien. Daarna neemt ze toch weer contact op met de 47-jarige Thomas. En in eerste instantie was Thomas nog hartstikke boos op haar. Voor die vernedering, voor alles wat ze hem had aangedaan en met Brian er vandoor was gegaan. Daar was hij gewoon hartstikke kwaad over. Maar het duurde niet lang voordat zij zijn hart weer voor zich had gewonnen. Er was ook niet heel veel voor nodig. Ze sprak Thomas weer aan met Tammy. Alles was weer koek en ei. En Thomas verliest zichzelf alweer vrij snel in zijn Tammy-fantasie. En in de waan dat hij en Jesse weer bij elkaar horen. Dus zijn woede richting Jesse is bekoeld, maar die richting Brian niet. En dat gesprek, dat gaat weer van kwaad tot erger. Tegen haar zegt hij ontzettend veel lieve dingen, maar Brian die moet uitkijken, want die heeft een dodelijke vijand gemaakt. Hij vertelt Jesse dat hij Brian zo erg haat, dat hij hem voor een paar cent om zou willen leggen. Zijn letterlijke woorden zijn, I am the ultimate weapon. I am a marine. Terwijl iedereen nu weet dat hij dat niet is en nooit echt is geweest. Hij eindigt nog met de woorden, Brian will pay in blood. Jesse leek niet eens zo heel erg in shock te zijn van deze woorden. Sterker nog, hierna wisselen ze weer vooral wat vieze gesprekken uit.
Er ontstaat weer een heel eigenaardig gesprek vol dirty talk. Ze beloofde aan Thomas dat ze Brian nooit meer zal berichten en dat ze hem nooit meer wil spreken. Maar goed, dat ging om Brian. Uiteindelijk komt Thomas erachter dat Jesse met heel veel andere mannen op poco.com zit te chatten. En dit was de zoveelste steek in zijn hart. En dan is hij weer heel kwaad op haar. Alsjeblieft, doe me niet zoveel pijn. Het lijkt alsof ze het erom doet om hem constant gekwetst te zien. Alsof ze ervan geniet om hem constant aan te trekken en dan weer af te stoten. Telkens als ze zijn hart weer gewonnen heeft, dan breekt ze die weer. En ze lijkt er nog van te genieten ook. Dit keer is hij zo boos op Jesse dat hij haar bedreigt. Ze moest hem vanaf nu echt met rust laten, anders zou hij haar wat aandoen. Of iets wat haar dierbaar is, zou die te grazen nemen. Het gaat niet goed met die gast. Helemaal niet. Hij werd helemaal gek van die meid en had zijn gevoelens gewoon echt niet meer onder controle. Uiteindelijk krijgt Thomas de moeder van Jesse op de chat. En zij vertelt dat hij Jesse met rust moet laten. En Thomas zegt prima, maar zorg er dan ook voor dat uw dochter mij met rust laat. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er spuug en spuug zat. Een paar weken hoort hij niks van Jesse. Tot hij weer een berichtje van haar krijgt. Thomas geeft aan dat hij er zo moe van is. En zoveel verdriet heeft van het feit dat hij haar constant kwijtraakt. Dat hij haar dan weer heeft en kwijtraakt. Ja, hij waarschuwt haar gewoon van stop hier alsjeblieft mee. Want er komt een tijd, ik kan het niet meer aan. En weer krijgt ze het voor elkaar. Hij geeft haar nog een keer een kans. Het is vanaf haar kant echt één groot manipulatief spel, hè? Het aantrekken, dan weer afstoten. Maar ze heeft hem gewoon weer in de zak. Hoppakee. In die tijd was MySpace, met name in de Verenigde Staten, best wel hip. En Jesse had haar eigen MySpace-account. Als je niet weet wat MySpace is, het is een beetje Facebook van begin 2000... In Nederland werd het niet echt gebruikt omdat wij Hives hadden. Maar je kunt het een beetje vergelijken met Hives. Voor degene die Hives hebben meegemaakt. En dan stuurt Jesse een vriendschapsverzoek naar Brian. En je kan wel zeggen dat dit een dodelijk vriendschapsverzoek is geweest. Brian accepteert het verzoek. En Thomas ziet Brian tussen haar vriendenlijst staan. Dat stond natuurlijk openbaar. Je gaat mij niet vertellen dat Jesse dit van tevoren niet heeft geweten. Zij wilde gewoon dat hij dit zag. Ze had natuurlijk beloofd geen contact meer met hem te hebben. Maar dit was echt de druppel die de emmer deed overlopen. Er knapt iets in Thomas en hij confronteert Jesse hiermee in een chatgesprek. Jesse beweert, ik ben niet terug bij Brian, weet je wel. Het is gewoon een vriendschapsverzoek, chill. Ik praat niet met hem. Rustig aan. Maar Thomas, voor hem is het kwaad geschiet. Het is te laat. Hij bedreigt haar en vertelt haar dat ze vooral heel erg op moet passen. Ze moet heel erg bang voor hem zijn. Brian was verboden terrein. Zij was over die grens heen gegaan. En hij wordt helemaal gek. En hij zegt, ik heb je gewaarschuwd. Nu heb je de poppen aan het dansen. Deze gesprekken gaan weer echt heel erg ver. Die bedreigingen, ook over Brian wat hij zegt en dat hij hem bedreigt. En zij besluit niet meer op zijn chats te reageren. Ze komt af en toe nog wel online, maar ze logt dan uit zonder iets tegen hem terug te zeggen. En voor Thomas is dit alleen maar olie op het vuur. Jesse besluit Brian te waarschuwen. Die vertelt hem wat Thomas allemaal heeft gezegd. En Brian heeft zoiets van, joh, ik wil me hier buiten houden. Ik heb al zoveel gezeur met jullie meegemaakt. En ik heb al maanden geen contact met Thomas. Hierom, ik ben het gewoon helemaal beu. En Brian geeft nog aan, ja, Thomas is gestoord, maar ik zal oppassen. Dankjewel voor de waarschuwing. 2 dagen later, op een vrijdagavond, heeft Brian net een dienst gedraaid bij Dynabraid. En het is 1:10 in de avond. En hij loopt naar buiten, naar zijn auto. En hij stapt daarin om naar huis te rijden. Maar deze jongen komt nooit meer thuis. 2 dagen later wordt Brian zijn auto gevonden op het parkeerterrein van Dynabraid. Hij stond ergens helemaal achter in een hoek. En waarom hij 2 dagen later pas werd gevonden is omdat er ging dus een weekend overheen. En in dat weekend had Brian geen plannen gemaakt. Dus niemand had hem gemist. Dus hij werd dus ook niet als vermist opgegeven. Dus daar in zijn auto werd hij doodgevonden. In zijn zijruit zaten 3 kogelgaten. Brian is door deze kogels geraakt
in onder andere zijn nek. Een van zijn achterbanden was expres lek gestoken, zodat hij geen kant op kon. Ja, het leven van een jonge knul is hier verwoest. En zo ook van zijn familie. Die zijn er helemaal kapot van. Thomas had daad bij het woord gevoegd. Hij pleegde deze moord puur uit woede. Uit haat richting Brian en jaloezie. En ook deels dus uit liefde. Na de moord belt hij Jessie op en zegt haar letterlijk: het was niet moeilijk om je vriendje op te ruimen. Dus aan haar had hij zelfs de moord bekend. De moord wordt onderzocht, maar Thomas was op de vlucht geslagen. En de politie is ontzettend bang dat Thomas achter Jessie aan zit. Dus ze maken zich echt ernstige zorgen om haar veiligheid. Misschien zou hij haar wel aan het opzoeken zijn en haar iets aandoen, je weet het maar nooit. Hij had bovendien Jessie zelf ook bedreigd. De politie traceert haar adres via MySpace, ze komen eraan. En de moeder van Jessie doet open. Zij beweert dat Jessie al een tijdje niet meer daar thuis woont. En dat ze ook telefonisch eigenlijk amper te bereiken is momenteel. De politie geeft aan, joh, het is ernstig. Geef ons alsjeblieft een manier om in contact te komen met haar. Maar ja, ze ontwijkt een beetje de vragen. Ze reageert een beetje vaag. Ze leek gewoon niet los te willen laten waar Jessie precies zat. En dat is natuurlijk vreemd als je dochter in gevaar is. En dan schiet de vrouw vol. Ze barst in huilen uit. Ze reageert gewoon zo ontzettend vreemd. En nou ja, waarom zou je dat doen? En dan komt de aap uit de mouw, jongens. Ze zegt: ik ben degene die jullie zoeken. Ik ben Jessie. Haar dochter heeft hier dus helemaal niks mee te maken. Zitten jullie nog of zijn jullie onderhand van jullie stoel gevallen? Toen ik dit hoorde, werd ik helemaal gek. Oh jongens. Oh mijn god. Deze vrouw heeft iedereen gecatfished met de identiteit van haar dochter. Het was al die tijd de 46-jarige Mary Schiller. Ze gebruikte Jessie's vakantiefoto's, jatte ondergoed uit de wasmand om naar Tommy op te sturen. Zij voelde al die gore gesprekken vanuit haar dochters naam. Het is verschrikkelijk. Als je erover nadenkt, er had echt van alles met haar kunnen gebeuren. Want stel je voor dat een man, een vent, naar haar huis toe was gekomen. Ja, die zal Jessie herkennen als Jessie. Die zou niet naar haar moeder gaan. Dus die, nou ja, ze heeft haar dochter echt oprecht in groot gevaar gebracht. Dus, Thomas de catfish is gecatfished door een catfish. En Jessie werd ook gecatfished door een catfish. Jongens, wauw. Oh ja, Mary Schiller was gewoon getrouwd met de vader van Jessie. Die wist natuurlijk ook van niks. Natuurlijk is het allerergst dat het iemand zijn leven heeft gekost. Maar dat wat zij heeft gedaan, eigenlijk basically stalkte ze haar dochter met een fotocamera. En maakte constant stiekem foto's van haar die ze dan weer met die mannen kon delen. En dit gaat heel ver. Bijvoorbeeld heeft ze foto's van haar billen, dat ze inzoomt in het zwembad, haar dochters billen, wat ze dan vervolgens naar al die mannen stuurt. En die foto's stuurde ze trouwens niet alleen naar Brian en Thomas. Nee, ze had nog veel meer contacten. Thomas en Brian was echt slechts het topje van de ijsberg. Het was een soort fulltime baan voor haar. Maar dit alles met een moord als gevolg. Het is echt heel zinloos, want deze relatie heeft überhaupt nooit bestaan. De echte Jessie, of de Jessie die Mary Schiller creëerde, bestaat niet echt. En Tommy bestaat niet echt. De enige die wel bestond, die is vermoord en dat is Brian. Elk geweld, elke moord is zinloos, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op. Het doet wel heel veel pijn. En vooral voor die nabestaanden, dat moet echt ontzettend veel zeer doen. Maar goed, Mary Schiller had eigenlijk hetzelfde gedaan als Thomas. Ze had dus een andere identiteit aangenomen, was rond dezelfde leeftijd als Thomas. Deed zichzelf voor als een tiener. Ze had misschien wel eenzelfde soort verslaving ontwikkeld. En speelde echt met iedereen spelletjes. Zij genoot er echt van als er drama ontstond rondom haar. Of nou ja, rondom Jessie. Vond zij fantastisch. Uiteindelijk wordt Thomas gevonden. En hij wordt natuurlijk gearresteerd, maar hij ontkent ook maar iets met de moord te maken te hebben. Maar er was heel veel bewijs. Dat begint natuurlijk met die chatgesprekken. Hij heeft Brian met de dood bedreigd. Hij heeft Jessie met de dood bedreigd. Er lag op de plaats delict een persikpit, vlakbij de auto van Brian.
Nou, daar zat DNA op van Thomas. En er lagen kogelhulzen op de plaats delict. En daaruit kon worden opgemaakt met wat voor soort wapen de moord is gepleegd. Nou, dat wapen wordt niet in het huis van Thomas gevonden. Maar als je een moord hebt gepleegd, is het natuurlijk sowieso niet heel slim om dat moordwapen te houden. Dus dat zal die vast hebben geloosd. En toen hebben ze wat foto's, oude foto's bekeken, waarop de wapenkast te zien is. En daar was een soortgelijk wapen op te zien, die nu dus plotseling miste. En zo'n soort wapen is dus gebruikt bij de moord. Zo'n soort wapen is hoe dan ook in zijn bezit geweest. En waarom zou je het wegdoen? Als Thomas wordt verhoord, krijgt hij ook te horen dat ook hij gecatfished is. Dus dat Jesse heel Jesse niet is. Hij krijgt een foto onder zijn neus geschoven van Mary Sheeler. En die politieagent vertelt hem: dit is degene met wie je al die tijd contact hebt gehad. Ze is geen 18-jarige blonde stoot. Het is een vrouw van jouw leeftijd. En de gloriejaren, die zijn wel voorbij. Hij had eigenlijk een koekje van eigen deeg gekregen, zul je wel kunnen zeggen. Maar dit deed hem heel veel pijn. Thomas was echt in shock. Hij heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven met andermans pillen die hij van een celgenoot vond. Die heeft hij in één keer ingenomen en nou ja, het was hem bijna gelukt. Maar ja, hij heeft in ieder geval een poging gewaagd. Hij verloor 50 kilo. Hij at niet meer. Hij weigerde te eten. Deze man werd er echt daadwerkelijk, echt letterlijk door verteerd. Maar goed, deze man blijft maar beweren onschuldig te zijn. En probeert een alibi te verschaffen via zijn ex-vrouw Cindy. Nou, Cindy heet zoiets van, joh, wat denk je zelf? Gaan we niet doen. Gelukkig maar, ze werkt er niet aan mee. Maar zijn advocaat, die raadt hem op een gegeven moment aan toch de moord te bekennen. Want ja, de stapels aan bewijs, die lagen er. En hij had zoiets van, ja, dit gaat niet goed voor hem uitpakken. Thomas hield het zelfs voor richting zijn advocaat. Zelfs tegen zijn advocaat durfde hij de waarheid niet te vertellen. Hij bleef gewoon weigeren. Als hij die moord zou bekennen, dan zijn er nog mogelijkheden om bijvoorbeeld een bepaald soort deal te sluiten. Nou, en dit doen ze dan uiteindelijk toch. Thomas, die wordt over die streep getrokken, bekent toch de moord. En hij pleit dan schuldig aan doodslag. En waarom doodslag? Dat heeft te maken met de toestand waarin hij verkeerde. Hij werd natuurlijk helemaal gek gemaakt door deze vrouw, Jesse. Dag in, dag uit werd hij aangetrokken, afgestoten. En deze man had gewoon heel hard hulp nodig. Dit was gewoon zijn grootste verslaving, wat hem dreef tot een moord. Ze noemen dit ook wel een crime passionnel. En daarbij komen vaak wat verzachtende omstandigheden kijken. Dus vandaar dat hij schuldig pleit aan doodslag. En dit is ook hetgene waar hij voor wordt veroordeeld. Hij krijgt 20 jaar celstraf. En met goed gedrag komt hij mogelijk na 17 jaar vrij. En ik heb eventjes uitgerekend, dat zou dan misschien volgend jaar dan plaatsvinden. Maar misschien blijft hij wel op zijn plek zitten, we weten het niet. Mary Sheeler is niet strafbaar. Ze heeft nergens voor vastgezeten, omdat ze niks illegaals heeft gedaan. Daar ben ik het daar niet helemaal mee eens. Zij is toch degene die deze hele toestand heeft aangesticht. De knopjes heeft ingedrukt. En er niks aan heeft gedaan om dit te kunnen voorkomen. Wat zij makkelijk had kunnen doen. Zij heeft de boel zo lopen opfokken. En daarbij heeft ze haar dochter gewoon te grabbel gelegd, hè, voor allerlei online predators. Ze heeft haar eigen dochter gewoon lopen stalken met een filmcamera. Of nou ja, een fotocamera. En kon ze wat foto's van haar lopen maken. En die gestuurd naar allemaal mannen die allemaal hele vieze intenties met haar dochter hadden. Hoe kan je niet één straf krijgen? Ze is dan op een andere manier gestraft. Haar dochter heeft al het contact met Mary Sheeler verbroken. Dus de echte Jesse heeft gezegd van, joh, ik wil je nooit meer zien. Ze is er ook echt kapot van. Ze heeft echt er een trauma aan overgehouden. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je eigen moeder al niet kan vertrouwen en tot zoiets in staat is, op wie kun je dan nog wel bouwen? Toch? Toch vind ik dat Mary voor een groot deel verantwoordelijk is. Ook voor de dood van Brian. Thomas is degene die de trekker overhaalde. Maar zij is degene die iedereen tegen elkaar opzette en er alles aan deed om dit drama zo groot mogelijk voor zichzelf te maken, zodat haar ego werd gevoed. Het is te walgelijk voor woorden en heel triest dat een jonge knul van 22 op deze manier aan zijn einde moest komen. Mary Sheeler heeft haar dochter ook nooit verteld waarom ze het heeft gedaan, dat ze er spijt van heeft. Dat krijgt ze niet eens haar strot uit. Ja, en zo is het natuurlijk onmogelijk voor de echte Jesse om haar moeder te vergeven.
Mary Schiller is na dit gebeuren bij haar ouders gaan wonen. Is natuurlijk gescheiden van haar man. Die wist ook helemaal van niks. Ze heeft nog een soort statement gegeven aan een journalist dat ze dit puur uit verveling heeft gedaan. Ze voelde zich heel vaak alleen. Haar man was alleen maar aan het werk en dit was voor haar tijdverdrijf. Ik denk zelf dat ze zich gewoon vooral voedde op alle ellende die ze veroorzaakte. En dat ze ervan genoot dat zij het middelpunt van al die ruzies was. En dat aantrekken en afstoten, dat vond zij fantastisch. En zo maakte ze mensen helemaal gek. En dit dreef Thomas tot waanzin. Wat ook absoluut niet door de beugel kan, want die man die is ook helemaal natuurlijk verknipt, hè. Dat zeg ik niet, maar ik wil alleen daarmee zeggen dat ik het bizar vind dat deze vrouw nooit ergens voor heeft vastgezeten. Dat vind ik gewoon onterecht. Ja jongens, het is een ontzettend triest verhaal wat ik jullie wil meegeven. Kijk uit op het internet. Spreek nooit zomaar met iemand af. Mensen doen zich anders voor dan ze zijn. Ja, wees gewoon een beetje lief voor elkaar. Ga niet elkaar helemaal gek lopen maken. Kijk uit voor toxische relaties. Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Ik en mijn broer hebben over deze zaak ook een podcastaflevering gemaakt. Die staat tegelijkertijd met deze video online. Wil je die checken? Check dan eventjes de beschrijving. Het linkje is daar te vinden. Aankomende zondag ben ik weer live. Op Onnestream, op mijn tweede kanaal, mijn gamekanaal. Ook daarvan kun je het linkje vinden onder in de beschrijving. We gaan natuurlijk weer aan de slag met Animal Crossing, dus ik hoop dat jij erbij wil zijn. Dat zou helemaal top zijn. Vind je dit soort content nou net iets te heftig, dan maak ik daar dus ook ander soort video's. En anders zie ik jullie volgende week weer om 4:00 middags op vrijdag hier op Onnedie met een nieuwe Misdaad en Make-up. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mwah.